We gaan het vandaag even hebben over de CEE-stekkers. Dat zijn deze. En natuurlijk over de gewone stekker. Ik heb hem hier even in elkaar gedrukt, alvast. Die blijft staan, anders snap je het straks niet. Nou, wat is het verschil? Het eerste verschil is dat deze stekker, die heb je vaak nodig op vakantie voor de walstroom. En deze stekker, deze kan 16 ampère en dat 6 uur achter elkaar kan hier doorheen gestouwd worden zonder dat hij een krimp geeft. Deze daarentegen, ja, kan ook 16 ampère hebben, maar echt geen 6 uur lang. Deze kan alleen de piek van 16 ampère hebben. Dus als je een keer de 16 ampère aantikt omhoog, daarna weer naar beneden, kan hij afkoelen. En dan, ja, het verschil kun je ook wel zien in dikte, lengte, grootte. En ze zijn allebei IP44. Als je wil weten wat dat betekent, zoek je dat maar lekker op. En waarom kom ik daar nou op? Was op vakantie. Komt de buurman naar me toe met de caravan. En die had geen spanning meer of stroom op de campings, op de caravan staan. Op de caravan, in de caravan. Dus geen koffie. En noem maar op. Nou, en de campingbeheerder had al een paar keer de elektriciteit opgedaan. En die zei van, nou, ik doe niet nog heel vaak, want je moet het maar eerst oplossen. Dus we zijn op zoek gegaan. In de caravan alles uitgezet. En de spanningen vloog er nog steeds doorheen. Dus dan ga je naar de kabel eerst kijken. Want die ligt overal. En het was heel lang trouwens. Hij had wel 40 meter nodig. Ja, dat heb je soms in Frankrijk. Heb je niet elk plekje heeft zijn stopcontactje. En daar had hij de fout gemaakt. Nou, hij had natuurlijk zo'n stekker in de paal gedaan. En toen is hij met zo eentje verder gegaan. Was niet zo lang als deze. Was iets korter. En daar had hij gewoon een normale stekker in gedaan. Dus dan krijg je deze verbinding. Nou, en aan de caravan zit dan ook weer zo'n tegendeel als dit. In de caravan. En hier was het fout gegaan. Deze was helemaal uitgebrand. Ja, en hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, daar zullen we het vandaag even over hebben. Het heeft te maken dat deze zwaarden zijn uitgevoerd om die 16 ampère in 6 uur er doorheen te kunnen jassen. En dan moet je natuurlijk een kabel op geschikt hebben. Deze kabel is er eigenlijk niet geschikt op, want deze heeft een gewone stekker. Maar ik weet ook waar ik hem voor gemaakt en gebruikt heb. Het is alleen voor mijn koelbox of een keer een lampje. Maar ja, die apparaten op wielen, caravans, campers, die hebben natuurlijk tegenwoordig een koffiezetapparaat, een waterkoker, een kachel, een airco, weet ik veel. Misschien kookten ze tegenwoordig op inductie. En dan ga je zo'n verbinding maken. Plastic zakje eromheen voor de regen. Zie je op de camping veel. En dan gaat het mis. En waarom gaat het dan mis? Nou, ten eerste, deze kan wel 16 ampère hebben. Dat lijkt heel veel. En 16 ampère, dat is het gelijk als 3680 watt. Ik kan het wel even voor jullie opschrijven. Ja, dat is een 3, een 6, een 8 en een 0, een watt. En het is gelijk aan 16 ampère. Dat is een heleboel trouwens. Nou, ten eerste heb je, als je 40 meter kabel nodig hebt, verliezen. Dus die kabel moet lekker dik zijn. Dus dat moet niet zo'n
ja, zo'n kabeltje zijn wat aan je huishoudlampje zit, zeg maar, of iets ergers. Dus je moet eerst kijken, is mijn kabel dik genoeg? Ten tweede, elke extra verbinding is ook weer, kost ook energie. Daar heb je verlies op. En overal waar je verlies op hebt, trek je meer stroom daarop. Dus daarom moet je eigenlijk zorgen, als je in je caravan en camper zo'n stekker hebt, dat je die ook gewoon door blijft hanteren. Ook voor je verlengkabels. Om het verschil te laten zien, heb ik even mijn schuifmaat. En heb ik ook zo'n, ja, de stopcontacten even uit elkaar gehaald. Ik heb van die helaas niet. Nou, ik weet inmiddels dat dit ongeveer 18 is. Bijna 19. En als we dan in het stopcontact meten. Zitten we op 13. En dan is die nog niet eens exact dit. Dus zeg maar 12. Dus 12 millimeter van deze 18 wordt maar werkelijk aangeraakt. Ik zal eens even kijken, dat is ongeveer dit. En een stukje niet. En bij deze, dat is net als met krachtstroom, die pinnen zijn veel langer en de dikte zal bijna hetzelfde zijn, denk ik. Ja, ook bijna 5. Maar hoe lang is dan dit? Zo'n pinnetje. Dan zit het erop en dan zit ik op, moet ik maar even geloven, op 32 millimeter. En de andere kant heeft veel meer aanrakingsvlak. En waardoor je dus ook veel meer stroom erin hebt en geen verliezen. Daarom is dit ook zo lomp. Ik heb even niet zo'n eentje om dat uit te laten zien, om te testen. Maar je moet me maar geloven. Dus heb ik verliezen omdat mijn kabel te kort is of te langer is als normaal. En ik heb dan ook nog weer zulke stekkers erin die alleen maar een piekbelasting aankunnen. Heb ik verlies. Dus verlies bedoel ik daarmee, stel je voor ik gebruik 5 ampère. Ik heb 40 meter kabel. Daar intussen zo'n stekker. En dan nog een keer zo'n stekker, omdat ik 3 kabels aan elkaar doe. En dan ook nog de 2 verschillende kabeldiktes. Kabeldiktes is het koperdraad in de, wat hierin zit. Dus 1,5 kwadraat of zo. En 0,75. Nou, dan heb je dus kleine blokkades daarin zitten. Dus in plaats van die 5 ampère die je eigenlijk trekt, trek je misschien wel uiteindelijk bij je walstroom, waar je deze erin hebt gedrukt, misschien wel 8 ampère. Is even overdreven om het inzichtelijk te maken. Dat houdt in dat je dus aan het eind van die kabel 5 ampère hebt en in het begin daar haal je de 7 uit. En die verlies komt dan hier uit. Dus je krijgt deze wordt warm. Want je hebt hier een dikkere en een dunnere kabel. En dan nog eens een keer zo'n stekker die minder aanhecht vlak heeft. En dan smelt je verbinding weg. Dus heb je dus aan de caravan of je camper zoiets zitten, blijf dat dan ook gewoon volhouden tot aan je paal. Of je moet echt weten van, ik weet hoeveel stroom ik gebruik en dat gaat wel goed. En dan moet je gaan rekenen. Dat is even over die CEE-stekkers. Dat zijn deze.
Ja, we kennen ze ook allemaal van 400 volt, de oudere 380, wat het ook wel nog steeds genoemd. En dan heb je drie fasen. Nou, dit is gewoon één fase. Één fase, een nul en een aarde. En heb je nou een drie fase, heb je vijf puntjes hierin zitten, zo'n dikke van de aarde. 1, 0 en dan nog drie fase puntjes. En dan heb je die ook van 16, 32 ampère en tel zomaar door. Dit even uitgelegd. Ja, ik zie die fout best wel veel op campings. En ja, de dag ervoor ging alles nog goed. En misschien is het een beetje vochtiger geweest. Of misschien heeft iemand in de caravan of camper iets langer de oven aangezet. En de waterkoker staat altijd aan. Dat is altijd meestal wel gelijk aan elkaar. Voor de thee die je zet. En dan knalt de boel erdoor. En in het ergste geval knalt dan ook je kabels erdoor. Dus belangrijk, kabeldikte, stekker en hoeveel amperes je eigenlijk gebruikt.